ik ben Emma, ik ben de oudste dochter van meneer Meijler, die hier ondergedoken heeft gezeten. Dus ik sta er dankzij de familie. Oude. Zegt u? Dat zijn de oude bekenden. Ja. Ik heb mevrouw Meijler. Ja. Ja, ze hebben het Duits nog gedaan. Ja, we hebben elkaar al eens gezien, geloof ik. Ja. Ook bij Yad Vashem hebben we elkaar toen destijds gesproken. Ja, goedemorgen. Nou, nee, zo hard. Ik knijp heel langzaam. Meneer Lievers. Meneer Lievers, goedemorgen. Jullie hebben het gebeurd. Ja, Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb welkom hier. Nou, heel geweldig dat u er bent. Ja. Ik zie hier al ondergedoken te zijn. Ja, ik ben aan het komen. Ik ben aan het komen. Ik ben aan het komen. Van harte welkom hier aan de Velligendijk nummer 17. En de plechtigheid is eigenlijk al begonnen. Mijn naam is Tijmer Bouwer. Ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge. Hier wordt een steen gelegd voor Hendrik Wiggers. Hij was verraden omdat men wist dat hij verzetsmensen en onderduikers schuilgelegenheid bood. En wij beginnen nu met het leggen van de steen. Ik zal dan zeggen wat er gaat gebeuren. Burgemeester Berghoef die zal het in memoriam spreken. Dan zal de kleinzoon van Hendrik Wiggers, de heer Wikkerink, die zal ook wat zeggen. Mevrouw Meijler, nabestaande van de onderduikers, van de Joodse onderduikers die hier in dit schuurtje direct achter mij zaten en niet gevonden werden, die zal wat zeggen. Er komt een tableau vivant, er wordt een lied gezongen door Sander Fransen en de stoet trekt weer voorbij. Heel ver weg woonde de familie Wiggers. Ik lees het in memoriam. Hendrik Jan Wiggers werd geboren op 29 december 1886 en trouwde op 17 juni 1920 met Aleida Meijne, geboren in 1896. Hij was dus 10 jaar ouder, maar dat was ook zijn tweede echt, zoals het heette. Zijn eerste vrouw was in het kraambed gestorven. Hendrik en Aleida kregen 7 kinderen en met de 2 kinderen uit het eerste huwelijk bestond het gezin uit 11 personen. Ze woonden hier aan de Velligendijk 17 in Aalten op een boerderij in de buurtschap Wolboom. Een stille, ik zei het al, en afgelegen plek in een prachtige bosrijke omgeving. In oktober 1941 werd in het oosten van het land sabotage gepleegd. Als reactie daarop begonnen de Duitse bezetters razzia's te houden in Twente en ook hier in de Achterhoek. Joodse jongens en mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar Mauthausen. De Joodse familie Meijler, vader Sally, moeder Paula en hun zonen Henry en Arthur maakten zich ernstige zorgen, neem me niet kwalijk, en de mannen besloten onder te duiken. Na veel moeite vonden zij een veilige schuilplaats hier bij de familie Wiggers. Hendrik had 's morgens nog tegen zijn vrouw gezegd: ik hoop maar dat er geen Joden komen, maar als ze komen, laat ik ze niet gaan. Na verloop van tijd werd de situatie weer rustig en keren de Meijlers die hier toen verbleven weer naar huis terug. Maar een jaar daarna, in juli 1942, begon de systematische jacht op Joden, ook hier in de Achterhoek. Hele gezinnen werden uit hun huizen gehaald en via Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen. Opnieuw zocht het gezin Meijler, nu met moeder Paula, een onderduikplek. En een aantal andere adressen gehad te hebben, kwamen ze hier weer terecht bij de familie Wiggers. En vandaag willen wij gedenken, in het bijzonder, hem die wij gekend hebben, of met wie wij ons verbonden weten, die ons lief was.
Maar die van ons weggerukt was. Omdat door een verschrikkelijk monster dat uit was op vernietiging van alles en iedereen die niet paste of zich verzette tegen de ideologie van de nazi's. Na de oorlog was de tijd van het zwijgen. Velen die verwond waren door de gebeurtenissen konden er niet over spreken. Het was te erg. Ondanks alle feiten was en is het niet te bevatten dat dit de werkelijkheid was. Dat dit in een ontwikkelde samenleving had plaatsgevonden. Een samenleving waarvan je zelf deel uitmaakte. Dan is het ook wel begrijpelijk dat je sprakeloos bent en zwijgt. En de blik vooruit richt op betere tijden. Er was natuurlijk grote opluchting dat de oorlog voorbij was. Maar voor anderen is de oorlog nooit voorbij gegaan. Vele wonden zijn nooit genezen. Trauma's niet verwerkt, maar men liep niet te koop met het verdriet. Waarom is het zo belangrijk om te spreken en te gedenken op zijn tijd? En wat moet je gedenken als je er niets van weet? De pas overleden Jules Schelvis heeft, nadat hij 25 jaar had gezwegen, zijn verhaal verteld en opgeschreven. En Anne Frank heeft het opgeschreven in haar dagboek en het is bewaard gebleven. En miljoenen hebben het gelezen. En vele anderen hebben over hun leven als opgejaagd wild geschreven en nemen je mee naar de meest barbaarse praktijken in de kampen. Op 14 september 1944 kwam ook burgemeester Monnik in huis. Dat was omdat de ambtenaren na de zoveelste eis van de bezetter om voldoende personen te leveren voor de arbeidseinsatz, en dat ging vaak met chantage door gijzelingen, hadden ze besloten het bevolkingsregister te verstoppen, waardoor de bezetter geen toegang had tot de persoonsgegevens. En ze zijn toen bijna allemaal ondergedoken. Opa was toen dus ook niet meer thuis. Maar oma was een erg kordate vrouw. En zeker wilde ze in de geest van opa doorgaan met gastvrijheid verlenen aan vervolg. Naarmate de oorlog vorderde, werd het verzet steeds beter georganiseerd. Maar ook de onderdrukker werd steeds agressiever en breder. Het belangrijkste wapen dat de Duitsers gebruikten waren verraders. Helaas waren er Nederlanders die voor geld of positie Joden en verzetsmensen hebben verraden. En dat is ook in de Achterhoekse verzetsgroep gebeurd. Willy van Erp alias Willy Marcus had zich in de groep geïnfiltreerd. En op 20 april 1944 werd het net gespannen en bijna de hele groep van meer dan 25 mannen werden gearresteerd. We hebben het net ook gehoord. Ook hier in de Wolboom kwam 's middags de lege truck van de SS om opa te arresteren. En ze doorzochten de hele boerderij. Wonder boven wonder vonden ze niemand. Wat hebben de Joden een doodsangst uitgestaan toen die schreeuwers daar in de schuur waren en met hooivorken en bajonetten in het hooi staken. Ze hebben de punten gezien, heb ik me laten vertellen. Maar ze werden niet gevonden. Oma had nog snel een revolver, misschien van Kees Ruizendaal, die 's morgens nog op de boerderij was, in de kachel gestopt. De Duitsers waren natuurlijk woedend en hadden met veel geweld opa in de overvalwagen getrapt. Een aangrijpend moment voor de achterblijvers. Dat was het laatste wat ze van man en vader hebben gezien. Grote verslagenheid in de Achterhoek en bij het verzet. Alle gearresteerden van leden van de groep werden verzameld in Arnhem en Navert gebracht. Enkelen wisten onderweg te ontsnappen. En allen kregen het doodvonnis. Stond te lezen in de krant van 8 juni. Er zijn toen veel gebeden opgezonden in die dagen. En er ging een zucht van dankbaarheid op. Toen na 2 weken bekend werd dat van 2 veroordeelden... de straf werd omgezet in een strafkamp. En één daarvan was opa.
Er mochten pakjes en brieven gestuurd worden naar Vught, dat was erg fijn. Maar op 5 september, 11 dagen voordat de geallieerden Vught bevrijden, werd opa en vele anderen op transport gezet naar Sachsenhausen. Realiseer ik me, de Duitsers zijn weg. De buren zijn verbaasd als ze ons zien. Ze hebben zich nooit gerealiseerd dat Wiegers onderduikers had. Mijn vader heeft dus zijn leven niet alleen te danken aan vader en moeder Wiegers, maar ook aan alle kinderen. Want hoe klein ze ook waren, iedereen hield zijn mond op slot. En mijn vader had er een hele nog anekdote over als volgt. Buurman komt langs om een schep te lenen en vraagt Jan, dus het speelt weer in de oorlog, om die schep. Jan is nog heel klein. Jan weet dat die schep natuurlijk in die schuur is, maar er zijn ook die onderduikers. Hij stuurt daarom de buurman naar het huis en haalt zelf de schep uit de schuur. Ik ben ver van Aalten opgegroeid, maar wel met de verhalen over familie Wiegers en de dankbaarheid die mijn vader altijd uitte als hij over de familie sprak. Ook ben ik blij dat ik in de gelegenheid ben gesteld om die dankbaarheid van mijn vader en ook van mij en van de hele familie hier te kunnen uitspreken. Dank jullie wel. Hiermee is een einde gekomen aan de plechtigheid bij het leggen van de steen van Hendrik Wiegers, Henk Wiegers. Er zijn misschien nog mensen die bloemen willen leggen, dus gelegenheid voor, of een steentje willen leggen. Burgemeester Berghoef en ik zullen als eerste hier langs defileren en daarna bent u, u kunt ons volgen, maar u bent van alle van harte welkom in gebouw Elem, in het centrum van Aalten.
Ja, ik had dat ook al gezien.